We zagen daar juist boven in de expo, zagen we ook dat jullie een bepaalde film hadden, een beetje Op zoek van Broei. Kan je daar meer uitleg over geven? Ja, dat is ons filmpje van de Open Call. Eigenlijk zijn we opnieuw op zoek naar organisaties die mee programma willen maken in 2022. De expo is dus eigenlijk een overzichtsexpo van de organisaties, wat ze hier allemaal gedaan hebben in 2021. En als afsluiter doen we een oproep naar iedereen die wilt joinen volgend jaar. U zegt de expo, tot hoe lang kunnen de mensen nog daar naartoe komen? Tot en met deze zondag, 31 november, van 2 tot 8 uur zijn we nog open. Wat mij opvalt in Broei, iedereen heeft eigenlijk zijn kans hier gekregen. Ja, ik denk dat we heel divers palet hebben van organisaties, van hele kleine collectiefjes tot eigenlijk grote organisaties die zich focussen op jongeren. Dus voor ons is dat een heel interessante mix. In een uniek gebouw, het Duivelsteen, waar de ridder eigenlijk hier geweest is. Hoe reageren de mensen zelf met hun organisatie als ze zo'n gebouw zien? Ja, ik denk dat iedereen heel erg onder de indruk is van dit gebouw. En ook hoe dat we er met zijn mee omgegaan. Het is een heel kil gebouw wel, heel veel steen. Wij hebben eigenlijk alles qua inrichting gebouwd in een zachter hout. In samenwerking met Construct Lab. En ik heb het gevoel dat over het algemeen de mensen wel positief zijn hoe dat we het werk zijn gegaan. Lucas, je bent er van in het begin bij Broei. Je hebt je echt kunnen volledig ontplooien. Hè? Ja, zeker. Ik heb hier overal in het gebouw van alles georganiseerd. Van workshops tot tentoonstellingen in de kelder. Projecties gedaan. Ook bovenaan in de stille studio. Meditatieworkshops gegeven. Echt overal heb ik gezeten. We hebben hier ook de bijen gehad. Was ook een heel interessant iets. Ja, met de bijen heb ik zelf geen contact gehad, persoonlijk. Natuurlijk wel, is bij de bijtjes gepasseerd. En dat was ook, het is leuk om te zien hoeveel verschillende organisaties dat er hier zitten, welk publiek dat die mensen aantrekken. En ook zo de verschillende groottes van organisaties. Nu tijdens de expo tot zondag kunnen ze iets heel moois zien in de crypte. Het is eigenlijk niet deel van de expo, het is deel van het slot-event. Dat we in de crypte een rave organiseren. En twee uurtjes tijdens deze rave organiseer ik met XRT een virtuele ballenbadrave. Wat dat er eigenlijk neerkomt, dat mensen een VR-bril kunnen opzetten, kunnen duiken in een fysiek ballenbad, maar ook virtueel volledig kunnen weg zijn in een ballenbad. En dat terwijl dat er rond hen een volledige rave aan het gebeuren is.